Wat verdient een chirurg of een ziekenhuisdirecteur of een beroemde zanger of presentator? Waarom verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen? En heeft een Limburgs accent invloed op de hoogte van je salaris? Het komt allemaal aan bod in het nieuwe programma Wat verdien je? Van Astrid Joosten. Mensen praten nog makkelijker over hun seksleven dan over hun salaris. Heb jij ooit op een verjaardag gezeten dat iedereen aan elkaar begon te vragen wat verdien je eigenlijk? Dat doen wij niet. Nee, want als je die vraag stelt, dan gaan bij de meeste nuchtere Hollanders de kaken stijf op elkaar. Anno 2018 is het nog steeds not done om over je salaris te praten. En dat brengt Astrid Joosten op een nieuw programma-idee. Mensen willen niet met hun kop boven het maaiveld uitsteken. Dat is natuurlijk heel Nederlands en heel Calvinistisch. We hebben wel een gedachte over elkaar. Jij zal dat wel verdienen, jij zal... Als het nou minder is dan we dachten, dan val jij een beetje tegen. Dan ben je misschien in het café wel het lulletje. Als jij nou meer verdient dan wij dachten, dan worden we eigenlijk wel jaloers, want dat willen wij ook. In de tv-show Wat verdien je? Komen loonstrookjes voorbij van artsen tot tv-presentatoren. Wie bepaalt nou wat een beroep waard is? Daar gaat het programma eigenlijk over. Ik heb me erover verbaasd hoe weinig een rechter verdient. Dat zou veel meer moeten zijn. Maar ik heb me ook verbaasd over dat een rector van een school weer heel veel krijgt. In een van de afleveringen zit een vrouw die erachter komt dat zij hetzelfde werk doet als haar mannelijke collega en al jaren en 1000 euro per maand minder krijgt. Dat is 12 mil per jaar. Die vrouw voelt zich bekocht als een idioot. Allochtonen verdienen minder dan blanke mannen. Vrouwen verdienen minder dan mannen. En ook mensen met accent. En dan heb ik het ook over Gronings, Limburgs enzovoort. Al die salarissen opsporen is niet bepaald een fluitje van een cent. Maar het resultaat loont. Het was verschrikkelijk om dit programma te maken. Want omdat het een taboe is, wil niemand erover praten. Dus onze redactie heeft zich de pestpokken zitten bellen. En soms hebben ze 100 mensen moeten bellen voordat er één ja zei. Nou, gelukkig hebben wij een studio vol mensen die het gewoon willen onthullen, toch? Wie zou durven zeggen wat hij verdient? Nou, het punt in ons geval is het gewoon duidelijk op te zoeken wat wij voor een optreden kosten. Dus die krijgen we af en toe wel teruggelezen. Ja. En ja, dan moet iemand dat gaan buiken op gaan tellen. En die komt dan op een maar ja, maar dan moet je het uiteindelijk wel halveren. Maar wat je verdient, hè? Wat je verdient, het is maar wat jij als... Ik heb dan een BV en die keert mij een bedrag uit. En dat is veel minder dan wat je dan verdient. Dus daar kun je natuurlijk een beetje zelf mee zoemelen. Dan bepaal je zelf. Dit is mijn inkomen, maar je verdient veel meer. Ja, het is maar wat je jezelf uitbetaalt. Maar wie zou het meeste verdienen, denk je, van die hele bank? Ik denk Mark. Nee. Ik kan prachtig zingen, maar... We horen geen bedragen. Het is toch een taboe, inderdaad. We vinden het eng om dat te noemen. Ja. Zou jij het zeggen? Ik zou het niet eens weten. Nee, ook niet eerlijk gezegd. Nee, want ik verdien te veel, kan ik wel zeggen. Dat vindt iedereen. Ja, dat vindt iedereen. Nee, maar we zijn allemaal enorme verbende nesten. We zitten met z'n allen bij elkaar en verdienen echt wel heel veel geld. Dat kunnen we toch wel toegeven. In het onderwijs en de zorg verdienen mensen veel minder. Oltje het meest verdient van allemaal hier, hoor. Oké, denk ik ook. Dus ik denk dat van de vrouwen vanavond het meest verdient. Absoluut, van de vrouwen verdient absoluut het meest verdient. Tegen de vrouwen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen er niet zo mee te koop lopen, toch? Het is ook best wel een moeilijk onderwerp om te bespreken. Ik vind het trouwens wel echt goed dat ze daar een show over maakt, zeker. Ja, en als dit gaat zelf ook onthullen wat ze zelf verdient, hè? Ja, in aflevering 4, zoals ze dat ook. Maar we weten toch dat het onder de balken en de norm is, sowieso, toch? Ja, dat is 180.000 euro. Ja.